Goedendag en welkom bij GPTV. Het aquaduct in de Drachtsterweg gaat op 31 augustus 2017 open voor auto- en fietsverkeer. Dit zijn de provincie Friesland en aannemer Heijmans overeengekomen. De gesprekken tussen Heijmans en de provincie Friesland leiden tot overeenstemming over het vervolg van de bouw van het MC Escher aquaduct. Hiermee komt een einde aan een lange periode van onzekerheid. Sinds begin dit jaar speelden er problemen bij het bouwproces van het aquaduct in de Drachtsterweg. De afgelopen periode voerden de partijen gesprekken om tot overeenstemming te komen zonder tussenkomst van een rechter. De provincie draagt 8,5 miljoen euro bij aan de afbouw van het project. De sloop van de Drachtsterbrug en de aanleg van een nieuwe sloepenroute is klaar op 15 december 2017.